gisteren had je het over een stukje bewustzijn wat het bewustzijn nog niet herkent. Je hebt het dan over kosmisch bewustzijn. Ik weet niet wat dat is. Gisteren benoemde je van het bewustzijn is er, maar het is nog niet ontkiemd. Jawel, het is wel ontkiemd, maar het vergist zich tijdelijk. Ja? Dus er is gewoon bewustzijn en op een gegeven moment ontstaat er een organisme en dan heeft bewustzijn de neiging om zich te vereenzelvigen met het organisme. Als dat heel erg wordt, ontstaat het ego-zelfgevoel. Ja. Bewustzijn is feitelijk nog steeds zichzelf en feitelijk nog steeds vrij. Maar op die plek, noem ik dat dan maar, of in dat organisme, is dat niet duidelijk. Dan ontstaat er een andere beweging, weer naar, in eerste instantie eigenlijk naar zoeken naar vervulling, maar dan als ego-zelf. En dat gaat nooit werken natuurlijk. En in dat proces kan het zijn dat er een ontwaken plaatsvindt. Dus dat bewustzijn ontwaakt weer aan zichzelf. Het begint weer te beseffen van, hé, ik ben niet die body-mind. Ik ken die body-mind. En dan gaat het zich openen als het ware. Nou, als dat die bewuste toestand, zal ik maar zeggen, weer helemaal permanent is, noemen we dat ontwaakt zijn. Maar feitelijk is het er de hele tijd en is het gewoon compleet vrij. Daarom roepen al die rare oude goeroes ook, je bent al vrij. Maar als dat niet gerealiseerd wordt, heb je er niks aan natuurlijk. Maar van termen als, ben ik vroeger wel in de jaren 90 mee opgevoed, van kosmisch bewustzijn, ja, en hoger, lager zelf, dat doen wij niet aan. Oké, okay. Ja. Oké? Okay? Ja. Gisteren zei ik dat ik alleen zijn nu zo fijn vind. En dan dacht ik ook van, soms is dat ego-stemmetje weer van, maar jij wordt nou toch geen kluizenaar. En dan denk ik, ja, dat is natuurlijk weer dat ego dat, ja, ik niet goed vind. Tuurlijk, en stel dat dat zou gebeuren, so what? Ja. Ja, maar altijd. Er is een flink tekort aan kluizenaars dan. Ben ik hier gewoon niet 24 dagen bezig? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Hoe vergoel ik dat? Ja, exact. Ja, dat in kaart brengen, dan ben je daar gelijk alweer mee bezig. Ja. Dat is waar het om gaat. It should be 24/7. En in het begin kan dat niet, maar het moet toenemen als het ware. De focus, de helderheid, het moet je heel duidelijk zijn. Gisteren viel het woord urgentie in, toen ik met jou even een gesprek was. Weet je wel, die urgentie, die kan niet groot genoeg zijn. En dat is dus, daar had ik het met Herman over, iets anders dan haast. Met jou ook trouwens. Het is gewoon een focus hier nu, heel wakker. Weet je wel, erbij. En niet zo af en toe eens een keertje. Dan is het een hobby. En dat is oké. Okay. Maar als je echt vrij wil zijn, dan... Weet je, als je, andere vergelijking, als je ziet dat je huis in brand staat, dan heb je geen tijd om met de buurman te ouwehoeren. Je moet blussen. Of de troepen eruit, of de kinderen redden, of something. Weet je wel? Je hebt geen tijd om te gaan zitten mediteren, of boekjes lezen van mij, of van wie dan ook. Weet je wel? Action. Er moet iets gebeuren. Nou, de meeste mensen hebben niet door dat hun huis in brand staat. Nou, tijd zat, weet je wel. Komt voor goed. En ja, ik heb nou andere dingen te doen. We zouden naar het theater. Nou, in het theater kun je ook zelf onderzoek doen. Dat kan namelijk overal en altijd. Dat je, als je echt bezig bent, wat minder zin zal hebben, dat is mogelijk. Ja, ik herken het wel, ja. Wat het is van soms. Ja, maar nu even niet of zo. Yes.
Nee, voilà. Nou, op zijn minst vind ik dat je dat moet weten. Weet je wel, en hoe helderder je dat hebt, hoe minder je daar je lekker bij voelt. Weet je wel, een ander gelooft het misschien, maar hier van binnen zit er zo'n eindje van, you're lying, you're cheating. Ik vind het mooi dat je het woord subtiliteit noemt, want ik merk vanochtend ook dat er dan zo'n enthousiasme is en het ego grijpt weer gelijk enthousiasme aan om door te rollen en dan ben ik alweer van mezelf. Ja, goed. Van mezelf, maar goed gezien. Hier vandaan. Ja. Hij zal alles proberen te gebruiken en ja. Dat is niet heel erg, we hebben een waardige tegenstander, zeg maar. En steeds meer ga je dat herkennen, hoe die dat doet. Ja, we zijn zo gewend om te delen waar we gelukkig van worden, maar daarmee ga je er tegelijkertijd van weg. Dat is zo bizar eigenlijk. Ja. En wat we ook heel veel doen, helaas, is als er iets ontdekt is of iets gedraaid is, het veel te snel gaan lopen vertellen. Dat is heel jammer, want in een inzicht of een draai zit een energetische component die er eigenlijk voor is om in jouw systeem door te dringen. Ga je dat meteen aan je vrienden vertellen, dan ben je die energie kwijt. Nog los van wat er allemaal door gebeurt, omdat ze je wel of niet begrijpen of weer met adviezen komen. Maar eigenlijk moet je dat eerst eens helemaal, je hebt iets gekregen, er is iets gebeurd. Helemaal door laten dringen. En dan is nog maar de vraag, als het werkelijk helemaal is doorgedrongen, of je er zomaar iets over wil gaan zeggen, weet je wel. Wij denken dat als we iets snappen en vertellen, dat het dan aan realiteit wint of iets dergelijks. Heel gek. Maar goed, aldoende leert men, je krijgt steeds meer door. Dan voel ik zelfs dat, dan herken ik een soort trots bij mezelf, dat het ego zelfs trots is. Natuurlijk. Wat je ontdekt en daarmee ben je ook een subtiliteit. Yes, exact, heel goed. Ja. Zo, dat zijn de manieren waarop hij dat doet. En dat hoef je niet af te keuren. Dat is wat hij is. Hij is trots of het leidend voorwerp. Of speciaal. Of juist het meest miserabel van iedereen. Het zijn allemaal trucjes. En hij wisselt het moeiteloos af. En wat ik al van de week zei. Hij kan zelfs de positie van de witness gaan faken. Hij kan zich authentieke inzichten gaan toe-eigenen. Het is fantastisch eigenlijk. Voor een illusie is het echt zo gaaf. Ik ben een groot fan van eigenlijk. Het heeft bij mij aardig lang geduurd voordat ik door had dat die spirituele praatjes gebruikt om in de gang te blijven. Want daar ga je dan nog in mee, want dat is, daar ben je mee bezig. En dan, voilà, op een gegeven moment zie je dat dit alleen maar gebruikt om aan de gang te blijven. Ja, uiteraard. En dat is de ergste soort, hè? Ja. Ja. Spirituele of verlichte ego's, dat is echt... Motherfucker, zie je daar maar eens vanaf te komen.